Stelt u zich eens voor dat onze regering onze publieke infrastructuur, zoals straten en publieke gebouwen, net zo zou behandelen als onze digitale infrastructuur. Onze parlementsleden zouden werken in een gehuurde ruimte waar ze niet voor strengere milieuwetten zouden mogen stemmen, omdat de eigenaar, een multinationaal bedrijf, dit type stemmen niet toelaat in haar gebouwen. Ook staat zij een achterstallige uitbreiding naar meer dan 500 zetels niet toe. Dit betekent dat sommige parlementsleden buiten op straat moeten blijven. Een paar straten verder is een gloednieuwe sportzaal alweer afgebroken, pas 6 maanden na de oplevering. Het wordt vervangen door een exacte kopie tegen hoge kosten. En het enige verschil? De nieuwe fabrikant biedt streetball als toegevoegde mogelijkheid. Ondertussen worden iedere nacht door een geheime achterdeur in het stadhuis documenten met gevoelige informatie over burgers, van bankgegevens tot medische bestanden, gestolen. Maar niemand mag er iets aan doen, omdat het zoeken naar achterdeuren en het sluiten ervan in strijd zou zijn met de getekende gebruikersovereenkomst. En hoewel dit absurd klinkt, als het gaat om onze digitale infrastructuur, dingen zoals de software en programma's die onze regeringen iedere dag gebruiken, is deze vergelijking behoorlijk accuraat, omdat onze overheden meestal proprietaire software inkopen. Dit betekent dat er veel geld gaat naar licenties die voor een beperkte tijd geldig zijn en onze rechten beperken. Het is ons niet toegestaan om onze infrastructuur op een redelijke manier te gebruiken. En omdat de broncode van proprietaire software gewoonlijk een bedrijfsgeheim is, is het vinden van veiligheidslekken of bewust geïnstalleerde achterdeuren extreem moeilijk en zelfs illegaal. Maar onze overheden kunnen beter dan dit. Als alle publiek gefinancierde software vrij en open source zou zijn, dan zouden we onze infrastructuur kunnen gebruiken en delen voor wat dan ook en zolang als we willen. We kunnen het opwaarderen, repareren en opnieuw modelleren op elke manier die past bij onze behoeften. En omdat het open source in vrije software betekent dat de blauwdruk openlijk leesbaar is voor iedereen, maakt het veel gemakkelijker om veiligheidslekken te vinden en te dichten. En als iets praktisch en betrouwbaars digitaal gecreëerd is, dan kun je niet alleen de blauwdruk hergebruiken in het hele land, maar het daadwerkelijk ding zelf kan overal worden ingevoerd, zelfs internationaal. Een geweldig voorbeeld hiervan is Fix My Street. Oorspronkelijk ontwikkeld in Groot-Brittannië als vrije software-app om lokale problemen, zoals gaten in de weg, te melden en te bespreken. En wordt nu over de hele wereld gebruikt. Iedereen profiteert omdat nieuwe mogelijkheden en verbeteringen door iedereen worden gedeeld. Als al onze software zo ontwikkeld zou worden, zouden we kunnen stoppen met het worstelen met beperkende licenties en kunnen we beginnen na te denken over waar en hoe software ons zou kunnen helpen. We zouden ons kunnen concentreren op het creëren van een betere samenleving voor iedereen. Dus, als u denkt dat we de infrastructuur van morgen in eigen hand zouden moeten hebben, help ons dan nu door deze video te delen en onze website te bezoeken. publiccode.eu. Het is tijd om onze eis te stellen. Public money, public code.